Goedemorgen iedereen, welkom bij Vlogmas dag 2. Ik zit lekker in mijn zetel. Het is zaterdagochtend. Het is nu 10:30. Ik ben op van 9:00. Niels moest even iets gaan doen voor het werk. Dus die is voormiddag niet thuis. Ik denk dat hij tegen de middag wel terug gaat zijn. Tegen 12 of zo. Dus het is ik en de katjes deze ochtend. Maar gezellig ochtendje. Ik heb de kerstboom aan. Kaarsjes aan. Mijn groene thee en mijn kerstmok. Ik heb ook nog een kerstmat, dus ik ga die nu switchen aan de voordeur. Oké, de deur gaat dus niet meer open met deze mat hier. Dus ik ga proberen als ik die aan de achterdeur kan leggen. En ook hier gaat de deur niet open, maar zo. Dus ja. Maar oké, hier gaan we wel veel minder buiten. Bijna nooit nu dat het winter is. Herfst is. Dus ik ga hem hier laten liggen wel. Ik heb ook het toilet een beetje versierd. Nothing too much, maar ik heb de zomerse dingetjes en kaders even weggehaald. En deze hier gezet. Set up Merry Christmas. Die is van Shein trouwens. Je ziet ook wel dat het cheap kwaliteit is, maar oké, het will do op het toilet. En dan dit sneeuwmannetje. En dit is van de Action. Allebei, maar wel een paar jaar geleden. Dus dit is het toiletje. Niels is terug thuis van zijn werkopdracht. En is nu een broodje aan het eten. Lekker? Ook eentje voor mij meegebracht, maar omdat ik een uur geleden of uur en een half pas heb ontbeten, ik heb echt nog geen honger, dus ik ga even wachten. Kom. Het ruikt precies kak. Oké, okay. Ruikt je kak? Nee, ik denk het niet. Maar we zitten in de auto terug. En ik heb een boel. Ja. Ja, precies ook kak. Ja, we zullen het direct zien. Mijn voeten denk ik. Ja. We gaan nu terug naar huis rijden. We hebben Milka afgezet terug thuis. En nu is het echt maar 2 straten rijden. En ik heb een mooie kerstboeket geplukt langs de weg. Hè. Heel chic. Ja, dat gaat mooi zijn. Je zult het wel zien. Welkom bij Bloemschikken met Thalisa one-on-one. Ik ga jullie hier ergens zetten, wacht. En dan eens kijken wat we kunnen doen. Hè. Maar die takken moeten wateren, anders gaan die nog sneller rot zijn. Maar ik hoor dat er niet uit. Was een besje. Was een besje. Mijn neus lijkt van die? Van die planten. Oké. Dus hier ga ik de dennentakken in doen. Want dat blijft onderstaan. Maar wat heb je nu daar gezet? Nee, hè? Die dennentakken komen daar. Schmappie. Ja. Oh, hier is een mier binnen. Kan maar nu. Kill the fucker. Ja, ik heb hem.
He dead. Oké, dus ik ga hier de dennetakken in doen. Ik weet niet hoeveel water dat moet en hoe lang dat gaat leven, maar we'll see. En hier, oei, hier zit nog dingen in. Ik heb wat planten moeten doen, maar dat helpt gewoon. Zou dat helpen? Als ik daar plantenvoeding in doe. Ja, ik kan het proberen. Waar is die? Oké, ik ga er een scheutje in doen. Iets minder, voilà. Zo. En dan ga ik hier de rode takken in doen. Amai, die verliest al besjes. Ie. Hopelijk gaat dat houden wel. We shall see. Voilà. Is dat mooi? Ik weet het niet. Denk je? Dat is wel laag, hè? Ja. Misschien moet ik dat knippen een beetje. Eens kijken hier. Ik ga dat lange stuk eraf knippen. Oh. Mooi. Ik denk dat dat beter gaat zijn, ja. Ja, dan is dat alles in wel rechter. Toch al iets. Oh my god. Mai. Voilà, zei. Cute voor op een slaapkamer. Maar hier liggen allemaal besjes nu. Zou dat mooi zijn, die dennetakken in dit? Ja. Denk het. Oh ja, het lijkt wel mooi. Oh, ik heb dat echt bovenbloemen. Hoe? Ik heb die bloemen afgedaan, hè? Ik heb die struikelen gezien. Is dat? Ja. Niet zijn met die besjes. Ja, jij zei dan te lachen. Nee. Cute! Ah, hier is weer een beest. Dat komt van die bomen. Ah, van die planten. Dus ga voor een wandeling in je buurt. En als je een struik ziet, natuurlijk niet aan iemand zijn huis of zo. Allee, ik bedoel niet in de voortuin, maar als er zo'n heg is, zoals dit, wat een huis afbaken of zo, kun je daar gerust wel 2 of 3 takjes van nemen, natuurlijk. En dan kan je zelf een mooi boeketje maken, zoals mijn 2 kerstboeketjes. Cute. Oké, nu ga ik mijn broodje eten. Trouwens, lifehack, als je een smoske wilt en je bent lactose intolerant, pak je gewoon een broodje hesp. Oh, babe, er zitten tomaten in, hè. Dat tomaten. Lees uw bericht. En? Ah, zeker heb ik dat gezegd, maar ik haal ze er wel uit, dus oké. En dus je kunt je broodje dan zelf opvullen met lactosevrije kaas. Simple as that. En dan heb je toch zo'n smoske. Yummy! Ondertussen zijn wij in de zetel beland. Het is 2:45. We zijn 90 Days Fiancé The Other Way aan het kijken. En ik denk als dat gedaan is, dat Niels even FIFA gaat spelen. En ik ga denk ik de slaapkamer wat aankleden. Dan heb ik alles aangekleed, dus dat is ook wel fijn. Tijd voor slaapkamer makeover. Niels heeft mij even geholpen met het dekbed. En op een of andere reden doet mij dit echt super hard denken aan IKEA. Ik weet niet waarom. Maar ja, het doet mij zo denken aan logootjes van IKEA of zo. Heel raar. Ik
weet trouwens niet van waar die overtrek is. Die heb ik van vorig jaar. En ik heb echt geen flauw idee. Iets in mij zegt van de Lidl. Maar ik ben niet zeker. Kijk, ik ga nu de rest aankleden. Dan ga ik zelfs, denk ik, mijn haren doen. Ik heb die gisteren gewassen en die zien er nu zo uit. Ik heb zo hier allemaal van die krullen en hier zijn die zo stijl. Heel gek. De slaapkamer is dan. Ik zal jullie even alles laten zien. Ik heb hier dus wat van mijn rode spullen gebruikt. Die ik had van vorig jaar. We hebben wat creatief moeten zijn, want ik had blijkbaar niet meer zoveel rood. Allee, toch niet van spulletjes aan te zetten. Dus ik heb de spulletjes gebruikt die ik nog vond. En hier heb ik van die linten ingehangen. Om zo'n beetje rood er tussenuit te laten komen. Maar tijd zitten. Hey, maar ik zie er echt zo uit als een slonske. Dat is echt mijn nieuw ding trouwens. Van die oversized hemden. Ik koop die allemaal bij de Stradivarius. En dan over een jogging aandoen. Ik heb nu een short aan. Want ik weet niet of je het ziet, maar het is buiten echt wel zonnig. Het is echt nog wel 16 graden of zo, denk ik. En anders heb ik het veel te warm. Dus ik heb een jogging short aan van Brandy. Een gewoon basic cami blouseje van H&M. En dan mijn oversized hemd. Van Stradivarius, dat is zo lekker luchtig toch. En toch heb je het gevoel of je iets aan hebt. En mijn slofjes zijn trouwens van Lot 72, by Lot 72. Oké, dat voor mijn outfit. Dit is de kamer, ik ben wel blij. Het is heel gezellig. Rood is wel zo direct een hele andere sfeer. Zo heel gezellige sfeer. Maar ja, wel heel tof. En mijn vers geplukte takjes. En dat is trouwens Kiki, mijn knuffel. Daar slaap ik al mee sinds ik geboren ben, denk ik. Iets erna. Die is nooit van mijn zijde geweken. En nog altijd niet. Ik slaap er nog altijd mee. Dus ja. En hier moet ik trouwens terug iets ophangen. Daar hing een hele grote kader van Decennio. Maar die is er afgevallen. Omdat mijn plakkertje niet sterk genoeg was daarvoor. Dus deze staat even hier, omdat dat niet mooi was daarboven. En hier ga ik nog zien wat ik ga doen. Maar dat ga ik nu niet doen. Ik ga nu... Ik ben aan het denken als ik mijn haren ga doen. Of als ik ze zo ga laten voor het weekend en die maandag pas ga doen. Uiteindelijk valt het nog wel mee. Ik ga even hier het licht aan doen. Uiteindelijk valt het nog wel mee. Het is gewoon zo wat messier. Maar ça va nog. Ik heb trouwens ook op de badkamer hier een kersenboompje gezet. Daar een kersenboom bij gezet. En hier zo die eland of de hert. Wat is dat gehangen? Ik ga toch maar even mijn haren doen. Ik heb geen reden om het niet te doen. Want we zitten toch maar binnen. Maar om mezelf wat beter te voelen. Al vind ik ze nog niet zo lelijk eigenlijk zo. Ze zijn heel volumieus. Maar mijn extensions zijn echt heel dun aan het worden. Die hangen ook effectief hier. Ik weet niet of jullie het gaan kunnen zien, maar hier zie je die knopjes allemaal. Ik weet echt niet of jullie het zien, maar ze hangen echt heel laag. Hier ook allemaal. Hier zo. Dus ze hangen echt wel heel laag, echt in mijn nek. En normaal moesten die er 13 november uit.
Dus ja, door de lockdown is dat niet doorgegaan. En zitten ze er nog altijd in. Ik ga ze er denk ik zelf uithalen binnenkort, binnen een paar dagen of zo. Maar dan heb ik ook weer zoiets van, dan heb ik die niet bij de feestdagen, wat ik ook weer stom vind. Nou ja, ik ben ook echt dreadlocks aan het krijgen onderin, omdat die zo laag hangen. Dus ik ga denken, ik weet het nog niet. Als ik ze eruit haal zelf, dan gaan jullie het wel zien. Want dit is dus before. Nu ga ik mijn haren doen. En voilà. Dan, ik doe er echt tegenwoordig 10 minuutjes over, denk ik. Wacht, ik was een vlog aan het kijken. Ah, 7 minuten en 19 seconden om precies te zijn. Ik gebruik altijd mijn Dyson Corel. Deze purple one. En dat vind ik wel echt top. Want dat houdt ook zo je haren vast erin. Ik weet niet hoe lang ik het uitleggen, maar ik krul daarmee. En als ik krul, dan valt het meestal mijn haar zo uit de tang. En dat heeft dat niet. Dus ik denk daarom ook dat dat zoveel sneller gaat. En dit is dus mijn finished hair. Super easy. Voilà. Ondertussen is het avond. Ik heb kerstmuziek opgezet en ik ga koken. Ik ga HelloFresh maken. Aziatische fusion salad met vegetarische runderpuntjes, udonnoedels, pindas en verse koriander. Dus deze ga ik maken. Ready! Or not, here I come. Ziet er lekker uit, mooi schatje. Heel echt mooi. En nu gaan we tapasjes eten. We zijn trouwens weer al even verder. En spelletjes spelen. Woehoe! Wij hebben spelletjesavond gedaan onder ons tweeën. Dat was heel gezellig. Maar ik heb niks gefilmd, denk ik. Niels is gewonnen met Cluedo, met Rummy Cup. En ik ben bij niks gewonnen. We hebben ook nog Trivial Pursuit gedaan, maar dan zijn we gestopt, want dat duurde te lang. De moeilijke vraag. Ja, inderdaad. Ja, ça va nog, hè? Maar sommige vragen wel. Hè? Sommige waren echt dat gedacht tot fuck. Maar oké, wij gaan nu slapen. Het is 11:45, 11:40. En we zien jullie morgen voor Vlogmasdag 3. Slapen! Ciao, kus!